Crawford. Ik ben Marius Rijnten. Ik ben werkzaam bij Crawford, Crawford&Company Nederland BV. Het is een bedrijf dat wereldwijd opereert op het gebied van expertises, claims handling. En in Nederland werken er ongeveer 185 man. Mooi. Toen wij hier deze vestiging aanhuurden, was Pameijer ook op zoek naar locatie. Ik heb ook geen familie die zeg maar bij zo'n stichting als Pameijer bekend is. Dus voor mij was het een heel onbekend terrein. Dus misschien is dat ook wel juist ook goed dat je soms spontaan daarin gaat. En eigenlijk niet nadenkt, wat is het nou eigenlijk? En dat je eigenlijk gewoon kijkt, hè, naar de mensen zelf. Hè, en je kijkt gewoon waar je kunt samenwerken. 5 jaar geleden zijn we bij elkaar, door toeval bij elkaar terechtgekomen. En toen was mij de vraag van, nou, kun je eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En we zijn daarmee heel voorzichtig begonnen om te kijken, nou, kunnen we, hè, liggen we elkaar een beetje, hè, past het een beetje bij elkaar. Dus dat is een beetje bij ons in het Crawford Café boven begonnen. Toen zijn we daar samen met Pameijer de keuken bij gaan houden, koffiemachine bijvullen. Toen dachten we, ja, oud papier, daar kunnen we ook wat mee. Nou, dat bleek een hele mooie taak te zijn voor een aantal collega's bij Pameijer. En 5 jaar later zijn we eigenlijk, worden de dossiers gescand voor ons. Hè, worden dossiers vernietigd. Dus dat is van heel klein eigenlijk tot een hele mooie samenwerking. Oké, boodschappenlijst en de pasjes heb je. Ja. Wat ik van de Pameijer vind, ik vind het heel gezellig in de eerste plaats. Mario die assisteert mij vaak. Die komt vaak helpen met het steken van de post als ik het erg druk heb. En dan vindt hij het heel leuk om af en toe even bij me te komen zitten. Dus ik heb een grote hulp aan ze het is een verrijking voor het bedrijf. Ze doen heel veel voor ons. Mario, wil jij je inschenken? Is dat leuk om te vinden, maar zij dat doet natuurlijk. Geef Noor, geef je de kopjes aan. Maar moet je hier wel goed bij gaan staan en het is wel heel warm, dus je moet voorzichtig doen. Twee schepjes en hou hem maar boven de pan. Ik tik eerst een nummer in en dan scan ik dat naar naar het tarief. Allemaal leuke mensen die me bijstaan. Dus ik ben niet alleen om te werken, we werken met z'n allen. Ja. En dit is niet zomaar een werkplaats, hier wordt echt gewerkt. Dan gaan wij samen. Gaan we kopjes ophalen. Ja. Mag ik daar ook even vragen? Goeiedag. Mag ik een fietsje vragen? Hey, ja, we hebben 3 kopjes staan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, weekend. De inzet van Pameijer binnen onze organisatie is gewoon van toegevoegde waarde. En daarnaast past het binnen onze filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om ook op het sociaal-maatschappelijke zaken te ondernemen waarmee we ook andere mensen van dienst zijn. En ja, nogmaals, het is echt geen medeleven met de cliënten. Nee, ze doen echt iets nuttigs. Heel erg leuk.
het concept hier met Crawford & Company is gewoon heel erg uniek. Het is zo waardevol voor het bedrijf, maar ook voor de cliënten. Je merkt dat ze er zelf heel veel eigenwaarde van krijgen, maar het is ook gewoon superleuk om daar wat aan bij te dragen. Dat ze echt in de maatschappij staan en in de maatschappij ook echt aan het werk zijn. De samenwerking tussen Crawford & Company en Pameijer is gewoon echt super, want dat is ook echt een van de eerste dingen die mij hier opviel eigenlijk, dat je... Nou, je wordt gewoon goed opgevangen hier. En als je met de cliënten door het pand heen gaat, er wordt zo leuk op gereageerd. Zeker degene die vaak door het pand heen komen, weet je, die kent iedereen zo ondertussen ook wel bij naam. En die worden vriendelijk gegroet. Of ze maken eens een praatje met ze. Ja, zoals je met je eigen normale collega ook zou doen eigenlijk. Nou, de mensen hier werk je echt samen met een bedrijf. Hier vind ik het... leuk, zeg maar, dat je dan met een bedrijf samenwerkt, dat het Crawford. Ja, je merkt gewoon dat deze samenwerking juist bij ons het sociale naar boven haalt. En aan de andere kant, bij de cliënten van de Pameijer, die kunnen zich meer door ons ontwikkelen. Omdat je eigenlijk bij ons dan toch midden in die maatschappij staat.